Dankjewel. En welkom bij de allereerste aflevering van Geubels in de Belgen. Yes. Ik ben zo blij dat ik mijn eigen programma gekregen heb van Vier. Ik hoop dat er een beetje volk gaat kijken. Toen Wouter van den Houten mij vorig jaar vroeg om tv-programma's te gaan maken voor de Vierkijkers, wist ik niet dat hem ook effectief bedoelde voor de Vierkijkers. In Geubels in de Belgen ga ik het elke week hebben over het leven en de gewoontes van alle Belgen. Opgesplitst in onderwerpen zoals vakantie, onze feestdagen, de liefde en nog zoveel meer. En vanavond gaan we het hebben over opgroeien. Opgroeien gaat niet voor iedereen zonder slag of stoot. Ik heb mij heel lang de man gevoeld in een vrouwenlichaam. Tot ik dan uiteindelijk geboren ben. Het was niet de laatste keer dat ik me aan een man heb gevoeld in een vrouwenlichaam. 18 jaar later zat ik in een zekere Kelly. Maar om mij beter te helpen begrijpen hoe het is om op te groeien in België, ben ik honderden Belgen gaan interviewen. Hier zijn ze. Vraag me niet waar ik ze gevonden heb. Maar deze fantastische mensen zullen mij doorheen de afleveringen bijstaan. En hier is al een klein fragment van wat jullie vanavond kunnen verwachten. Dat belooft. Opgroeien is toch voor iedere Belg de mooiste tijd van zijn leven. Hè? Als kind ben je machtiger dan de president van Amerika. Had je naar het toilet geweest, ze? Je moet je gewoon voorover buigen en roepen: ik heb gedaan. En er staat direct iemand om uw gat af te kussen. Dat moet Obama niet proberen, hè? Ik ben zelf opgegroeid in Kontich. Alles was toen anders. De mensen waren nog niet bezig met veiligheid. Als je toen iemand met een fluo vision en een helm op een fiets zag zitten, dat was een gehandicapte. Er bestonden ook nog geen gsm's en dat was ook niet nodig. Ons moeder die kon hard genoeg roepen: komen eten! De eerste keer dat ik een zwarte zag bij ons in straat, dacht ik: amai, hebben die dat al gehoord tot kinder? Ons moeder, dat was nog een echte moeder, weet je, streng maar rechtvaardig. Die zong ook heel graag slaapliedjes. Die kon aan een hele nacht mee wat gerouwen. Op woensdagmiddag en zaterdag zat ik bij mijn grootouders. Mijn ouders hadden een beenhouwerij en waren altijd heel hard aan het werken. Maar dat was plezant. Mijn grootouders, vooral als die zo iets te oud begonnen te worden, dat was altijd wel lachen. Maar een bomp aan zijn ogen gingen achteruit. Hij had er dan een bril voor gekocht, maar die bril die werd altijd te klein. Blijkbaar gingen zijn oren ook achteruit. Bompa is dan uiteindelijk gestorven. Hij had iets in zijn oog gekregen. Een Peugeot 207. Maar ik heb goede herinneringen aan vroeger. Weet je, het leven ging toen ook nog traag en zorgeloos. Dat verschil met de kinderen van nu, dat kan niet groter zijn. Hè? Die hebben alles nu. Een iPad, een iPhone, een iPod. We hadden een Walkman. En je wist pas dat die batterijen plat waren als Sandra Kim veel te laag begon te zingen. De gasten hebben alles van technologie. Laptops, onbeperkt internet, onbeperkte porno. Wij waren een rekenmachientje. En als je er bepaalde sommen op maakte en je hield dat ondersteboven, dan stond er blues los. Nu hebben die van die gewelddadige videospelletjes. Wij moesten nog zelf die bommetjes in de kippen hun gat gaan steken. Wij hadden ook nog een echte kruidenier bij ons op de hoek. En als we er te veel snoepjes gingen kopen, dan kregen we onder ons voeten van die madame. Van te veel snoepjes eten worden dik. Dat ik zei, ja, van ze te verkopen precies nog dikker. Die had 7 kinderen en er zaten er precies nog 7 in. Dat is echt...
We waren met 3 kinderen thuis. Ik had nog een broer en een zus. Mijn broer had nog een broer en een zus. En mijn zus, dat was het buitenbeentje. Dat was de enige met 2 broers. Maar ik was de jongste en dat is niet altijd een voordeel. Ik moest in hetzelfde badwater als mijn broer. Ik moest de afgedragen kleren van mijn broer aandoen. En als ik er durfde over klagen, dan moest ik in de kleren van mijn zus naar school. Maar ik ben eens aan de Belgen gaan vragen of zij goed overeenkwamen met hun broers en zussen. Ruzie maken, ja, dat heb ik ook veel gedaan. Maar ik kon dat altijd tegen winnen, want ik was sterker dan hem. Ik neep hem heel vaak. Sorry, broer. Van die kleine, venijnige neepjes. Zo. Er werd wel eens een stomp uitgedeeld. Ik was goed in schoppen. Tegen de schenen schoppen. Dat ging dikwijls nog verder als kloppen. Of soms een schaar in zijn been steken of kogelvracht in zijn been schieten of zo. En als er een van de twee uit de boel bij was, dan stopte we. Dat was de afspraak. Met luchtdrukpistool of zo, hè? Eén keer heb ik eens bij mijn zus een sigaret, had ik zo'n minibom erin gedaan. In zijn opdracht. Dan duwde ik zijn hoofd in een kussen en zo. Juist een beetje te lang en zo. Totdat het zo niet meer het spel was, maar dat het zo plots serieus werd. Van, hey, wat doe je wel? Mijn broer was echt een pister. Ik kon verschrikkelijk irritant zijn. Je stikt de sigaretten maar in de mond, je pakt maar in de neus en je zei, na je neus. En ik haalde hem niet in. Man. Oh, als zo'n motte gaat ze kraken. En dan krijg je broek. De zakdoek blijkbaar had ze gevonden met kak in, maar dat was echt goor. Van een of andere moeder die dat van haar kind zijn poep afgekeken en dat is een stoffen zakdoek. En die had ze zo mijn haar gevreven. En ik was echt een super ijdeltuit. Ik vond dat afschuwelijk. Als Filip naar mij in bad kwam, dan pis ik altijd eerst in bad. En dat had hem uitgelopen. Ik heb daar wel een heel zacht velletje aan over gehad. Het probleem is dat je de jongste bent en je broer moet zich afreageren. Je zit altijd te pineut. Ik werd voor het minste bij je geklopt. Als ik te veel lawaai maakte, als ik per ongeluk in zijn weg stond, als ik mijn naam en kak op zijn deur had geschreven. Mijn broer zijn favoriete sport was met zo'n tennisraket op mijn gezicht kloppen dat die kottetjes erin stonden. Hij noemde dat wafeltennis. Dat was echt een sadist. Die klopte mijn tanden uit om onder zijn kussen te liggen voor de tandenvee. Maar al die problemen met je broer en je zus zijn nog niks vergeleken met een dag dat je voor de eerste keer naar school moet. Ik deed dat echt niet graag. Ik was ook altijd het buitenbeentje. Ik was een klein, mager ventje. Helemaal niet sterk. En ons moeder zei dan, ja, Filip, als je niet sterk bent, dan moet je slim zijn. Dus jij hebt 2 problemen. Bij ons in de lagere school in Kontich was er 1 Marokkaan voor heel school. Maar we wisten ook die zijn naam niet, dat was de Marokkaan. Maar dan gaat op een dag naar het middelbaar, in de stad, en je zit ineens tussen alle soorten nationaliteiten. Maar in de eerste schooldag zat ik naast een Chinees, de Kim Long Tang. Ik had nog nooit een Chinees in het echt gezien. Ik was daar bang van. Maar dat was een hele lieve jongen. Alleen die zijn ouders hadden een Chinees restaurant en die rook altijd naar nummer 37. Maar dat was direct mijn beste maat. Echt, die maakte ook mijn huiswerk soms. En ik had echt een hekel aan huiswerk maken. Ik zei altijd, ja, mijn non tegen het opgeten of mijn bomma is gestorven. Er zijn 14 bomma's van mij gestorven tijdens mijn schooljaar. Maar dat was wel een risico. Dat je dat gebruikte als excuus, dan vroegen ze soms het doodsprintje. Dan moesten ze dat gaan namaken. Dan moesten ze bij de bomma foto's gaan trekken. Bomma, zie nog eens een beetje triestiger. Maar ik was gewoon in het vluchten verzinnen. Als ik niet mee wou gaan zwemmen, dan zei ik dat ik een schimmel had op mijn bal. Niemand wou erover praten en geen enkele leraar durfde dat controleren. Maar met zo'n dingen moest je wel oppassen. Want voor hetzelfde geld werden daar voor de rest van het schooljaar mee gepist. Vies bokaal, vies bak, zo'n dingen werden er dan. Ik was dan ook... Geen echte magere. Ja, ik werd zo wat uitgelachen en gepest. Leg gepest is dan nu. Sorry omdat je dik wordt. Ja. Herman, dat pond, dat potlood gaat. Die op de straat is volgekakt. Herman, dat pond, dat potlood gaat. Ze zei toch sproetemule tegen? Sproetemule, ja, de sproetemule.
piswater, kikwakker, dit en dat. Bij ons zat er een en die hadden luizen. En daar riepen altijd luizenkater op. Oei. Ja, dat is toch pesten eigenlijk, hè? Allee, u noemde dus dat zo niet, hè? Dat komt tegen veel meer tegen. Tegenwoordig kunnen ze tegen niks meer tegen. Het zijn allemaal blijdsmoeden geworden. Maar we hebben ooit een keer iemand waas gemokt. Ze kijkt ze gelustigd, de kameraad. Ik zeg, als je 10 vliegenkind vangen, zijn gestik ze na zak. Dat was in een open kasteel dat we zaten, hè. Ik zei, dan kun je vliegen. Ja, maar die had er dus 10 gevangen, hè. En die stond op het dak van dat kasteel, hè. Maar dan hebben we gelopen die eraf te halen, hè. Maar dat was er zo'n bende met in school die mij elke speeltijd kwamen afslagen omdat ik wiskwater noemde. Hè? Die waren dan een man of 15. En dan heb ik toch wel een jaar en een half serieus slaag van gehad, elke speeltijd. En op een goede dag heb ik gezegd, nu is het gedaan. Ik zeg, ik weet nu wat dat incasseren is. Ik zeg, nu ga ik geven. En dan ben ik eigenlijk een soort beest geworden, zal ik maar zeggen, die maar één doel had. Dat was men, al diegenen die gedurende heel die tijd op mijn gezicht getimmerd hebben, die ook dubbel en dik terug af te troeven. En ik heb dat ook gedaan. Alleen, hè. Zonder vrienden gaan talen en kust mijn botten. Je had vroeger ook in elke klas een dikke. Dat was gewoon een dikke. En je had er ene in elke klas. Je had er nooit 4 in één klas en in een andere klas geen enkele. In elke klas had er ene. Dat was alsof die leraars die stiekem in het begin van het schooljaar verdeelden. En zeggen die al een dikke? Nee, ah, kom, ik heb het veel. En in elke klas was er ook ene met een lui oog. En wat ze dan deden, dan plakten ze dat goeie oog af. Die jongens zagen niks niet meer. Die werden er dan een heel jaar mee gepest. Ik moest eigenlijk ook een bril dragen. Ik zette die nooit niet op, want dat was dan niet cool. En dat was eigenlijk levensgevaarlijk, want zonder bril had ik geen dieptezicht. Maar ik wou dat niet. En ik wou ook niet van voor zitten in de klas, want dat was ook niet cool. Dus ik zat altijd helemaal van achter. Ik zag niks van dat bord. Ik zat altijd zo van achter naar dat bord te pieren. Het probleem was, dan dacht ik Kim Long Tang weer dat ik hem aan het lachen was. Ben ik toch maar een bril beginnen dragen. Ik werd toch al veel gepest. Ik moest dan ook een beugel dragen. Van huis toen ventje, met een beugel, nozel manneke, Janet, loser. En dan was dan alleen nog maar de leraar Nederlands. Mijn vader was dan ook niet de beste om mij te troosten. En vroeg hem, wat pesten ze? Ik zeg, met mijn beugel. Zij dan blij dat ze niet met uw belachelijk stemmetje lachen. Maar waar ik het hardst tegenop keek tijdens mijn schooltijd, dat was de dag van het medisch onderzoek. Je moest dan zo in je onderbroek daar zitten wachten op dat bankje om zo binnen te gaan met de dokter. En dat was altijd het ergste moment. Zo. Naast elkaar met je onderbroekje, met zo'n beginnende borstjes wat te vergelijken. Je wordt gemeten, gewogen. Leuk, ze ga je een pipi naar je po. Zelfs niet, pipi naar je po. En natuurlijk gaat dat niet. Dat dan die mevrouw zegt, zal ik eens komen helpen? En dan gaat dat je niet eens wel, natuurlijk. Het leukste vond ik zo dat kabintje met ja, het oor. En dan links, rechts en dan soms niks. En dan heb je iets gehoord. Nee, en dan zeg ik, oké, dat is juist. De grote schrik van sommigen, de onderbroekcontrole. De dokter een keer in haar broek kijken. Zo'n oude, vieze vent, dat dan zegt van ja, doe de broekje maar naar beneden. En op uw hand blazen. Ik heb het altijd raar gevonden dat die dokters aan die balken zaten te vullen. En ik heb die geren dan een man op mijn fluit zitten, eerlijk gezegd. En nog altijd. Wat gebeurde daar toen? Ja, dat weet ik niet, wat er gebeurt. Maar daar is dat geeft je een soort druk, denk ik, naar onder toe. Ja, ik mag dat zoveel doen, maar dat gaat niet bewegen, hoor. En ja, dan... Dat gaat niet. Het eerste meisje dat tegen die bij mij, maar dat zo ver, dat ik vroeg, zei ik, ja, dokter. Ja, was ook raar, hè? Ja, ik vind dat raar. Dat vind ik. Want automatisch begon ik op mijn hand te blazen. Het probleem was bij mij ook, ik ben altijd een hypochonder geweest. Als ik naar het medisch onderzoek moest, ik was altijd kei bang dat ik een rare ziekte ging hebben. Ik liet dan altijd mijn zus in dat potje pissen. Op een dag bleek ik dan zwanger te zijn. Eén keer heb ik wel eens geluk gehad met die PMS-testen. Ah, mijn ouders zijn niet zo slim. En ze belden op een dag van het PMS. Mevrouw, meneer, Philippe heeft een motorische achterstand.
waarop dat mijn ouders voor mij een brommer hebben gekocht. Tot ze biedt. Welkom terug bij Geubels in de Belgen, dames en heren. We hebben het vandaag over opgroeien, onze jeugd en onze schooltijd. En natuurlijk ook de pubertijd. Een van de mindere periodes uit onze jeugd. Hè? Als je begint te puberen, wordt het leven ineens ingewikkeld. Je kijk op de wereld verandert, je lichaam verandert, al je jeugdige illusies verdwijnen met de noorderzon en je trekt je af op alles wat beweegt. Het is toch zo, als puber word ineens een hele dag geconfronteerd met seks. Het houdt niet op. Alles triggert u. Als ons moeder 's morgens die doos cornflakes op tafel zette met die madame op, was ik al vertrokken. We waren op naar school met uw rekenmachine in uw hand. Op school was er dan altijd die knappe lerares. Als die binnenkwam, een tijd stond stil. En een directeur ook. Als die iets op bord schreef, die moet toch geweten hebben dat er niemand in die klas naar dat bord ontkijken was. En als die lerares niet knap was, dan maakte die wel knap in uw kop. He? Alles kon daartoe dienen. Een bloot stukje enkel. Zelfs het vak dat ze gaf, die van Frans, dat was de meest triestige grijze muis dat je ooit gezien had. Die had echt zo'n gezicht, wordt dat ook stond geschreven. Ik val elke avond alleen in slaap. Want het was wel de lerares Frans. En in het Frans klinkt alles geiler. Een augurk. Een cornichon. Een kast. Een armoire. Moisissure sur vos boules. Schimmel op uw ballen, wil dat zeggen. Maar het klinkt wel goed, hè? Allee. En dan, in de lesgeschiedenis hoorde dat Cleopatra dagelijks een bad nam in melk. Ik droomde direct weg. In gedachten zat ik samen met Cleopatra in bad. En ik wist op die moment, nu is de Kim Long Tang juist hetzelfde aan het denken. Of gaat de lerares aardrijkskunde altijd met zo'n decolleté. En ineens vraagt hij Philippe stalactites en dat gestolde mineralen die rechtop staan of hangen. Ik denk, ja, dat hangt er vanaf hoe koud dat is. Op het einde van een dag is uw kop zo zot gemaakt dat uw ballen bijna ontploffen. Je spooit u naar huis, je spuurt naar uw kamer. Dan zit u eindelijk in de privacy van uw kamer en dan komt uw moeder met de was naar boven. En het probleem is, je hoort ze niet aankomen. En juist als die de klink van uw kamer vasthoudt, hoort hij u zeggen, uw armoire. Uw armoire. En die denkt, oh, hij is met zijn Frans bezig. Was inderdaad met mijn Frans bezig. Maar dan hoorden ze roepen. Lukt het, jongen? Als ik moet komen helpen, zeg het maar, hè. Probeer dan nog maar eens terug in de sfeer te komen. Maar het is natuurlijk niet allemaal miseren in de puberteit. Want de puberteit is ook meestal de moment dat je voor de eerste keer naar een fuif gaat. Om 8 uur begon het, dus om 5 van de nacht stond om die deur. Die deur ging open. Je kwam binnen, om 5 van de nacht stond om de naastvloer. En dan... Ja, ja, dat binnenkomen en dan begin je al direct te kijken van wie, waar, wat. En eerst was het zo, jongens één kant, meisjes één kant. You hobo, hump and slowbo, babe. Als wij iemand kwijt waren van onze groep, moesten wij naar een disjockey gaan. Zeg, zet die schijf eens op, want we missen er een. Die schijf weer opgezet, gegarandeerd dat iedereen van onze groep op de dansvloer stond. Ah ja, hij is er, kom, we gaan zelfs naar een andere vader. Af en toe weer door eens gevochten. Ja, als er niet was gevochten, was er geen ambiance geweest. Down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. I want you, please take me home. We winnen tijd ook zeer populair, de kuskusdans. Iedereen draaide elkaar daar binnen ook in die kuskusdans. Een muil, die man. Je stopt daarmee en je muilt de volgende. Hè. En zo was dat. Oh, ja, dan. Dat stond de vloer vol, hè. Ik was niet de knapste van de hoop.
Maar dan om een duur had ik een ander liefje. Ik had, dat was zo dat formaat, een gele jas, een wit kraagje. En die ging al vlot binnen. En komt er een jongen vragen, wil jij dansen, hè? Maar als het dan in was, dan ging ik geren met dansen. En die begonnen dan zo in uw vanhoofd. Zo'n warme adem. Ah. En wij dansen, met elkaar vast. We hadden lijfelijk contact met te dansen, hè. Goed kut tegen hier dansen en goed voelen, hè. Dat zei je dan soms, dat sommige meisjes zo... Die zijn dan toch naar boven. Nee. Nu lopen ze allemaal rond, lekker springkan achterin. Als ik als Jasper zie dansen, dan zeg ik... Jong, zit hem daar bezig. Met die vingers... Als ik vroeger naar vuiven ging, dan nam ik altijd een appel of een banaan mee. Maar als ik dan s'nachts een flauwte kreeg en als ik dan tegen een meisje zei, ga dan mee naar buiten. En die vroeg, ja, waarom? Ik zei, ja, van met een banaan op te eten. Dat ging niet te veel. Het nergste moment van je puberteit is toch dat je op een dag wakker wordt en je staat vol met pusten. Dat snap ik echt niet. Dus de natuur zorgt ervoor, de moment dat je vruchtbaar wordt, dat je kop vol pusten komt te staan, waardoor dat geen enkel masker nu nog ziet staan. Ay, ze zien u wel staan, want je ziet eruit gelijk een bord met preparé. En om die pusten weg te krijgen, moest u dan wassen met Clear Seal. Maar dat marcheerde totaal niet. En dan zei de gasten, ja, je moet er tandpasta op smeren. Dat hielp helemaal niks. Maar dan roken ze tenminste wel fris. En dan konden we met je kop vol pusten, zo onzeker als je naar je eerste vijf. En zo'n eerste vijf, je durft niet dansen, dus je drinkt een pintje. Je durft nog altijd niet dansen, dus je drinkt nog een pintje. En dan, het moment dat je zo zat bent, dat je niet meer op je benen kunt staan, dan zegt je geest, allee, we zullen eens gaan dansen. En dan kwam je moeder je halen en dan moest je verstoppen dat je zat wordt. Dus je deed zo normaal mogelijk. Je stapt in op een bestuurderskant. Je hebt twee jassen aan van iemand anders. En je klikt je gordel vast in de cd-speler. Maar je houdt vol, ik ben niet zat. Meestal kwam de vader van de Kim Long Tang ons halen van vijven. Wij noemden die de afhaal-Chinees. Maar als je geluk had, was zo'n vijf wel de ideale moment voor uw eerste kus. Nee, niet een donkus, amai zeg. Dat was leuk, hè. Maar dat was een schoon flinke verrutte verhaal, dat weet ik nog. Maar ik zal eens leren kussen, zei ze. Dat kan ik, hè. En ik zo, nee, zei ze, mond open. Toen had ik zoiets van, oh, is dat maar. En dan is het een soort hobby geworden. Ik heb heel veel getoond, zo. Als je totaal niet weet hoe dat aanvoelt en je weet van niks, leg mijn ogen toe. De gast dat wel verliefd op zei, stikt hij plots zijn tong in je mond. Ik heb hem zo wel weggeduwd. Ik zo... Wat was dat? Ja, dat ik niet meer ziektes aan mijn mond heb. Ik had het achteraf bekeken. Een beetje een worm. Ja, zo, nee, het viel tegen. En dan moest je zo een manier vinden voor die tong zo te krijgen, gelijk een mixer. En dan zeiden wel dat hij is aan het afwasmachine. Ja, afwasmachine, hè? Dat draait ook rond. J'avais la trouille parce qu'il portait un appareil dentaire. Et j'avais terriblement peur de soit me blesser ou de rester bloquée. Donc je me suis exercée avec une copine avant pour être sûre de comprendre. J'ai zo'n vriend en die zei altijd dat hij aatjes maakte met zijn tong. Ik vraag me dan altijd of het nu zo'n A was of zo'n A, maar dat deed hij dus toen. En ik dacht altijd van zo in mijn eigen, zo is dat proberen, is dat wel juist? Toevallig had ze misschien 's middags iets anders gegeten of iets gegeten dat ik niet lustte, maar ik heb toen gedacht, my god, als dat kussen is. En dat was echt precies opgewaard een hamburger aan het eten. Dat was keivies. Maar een vieze hamburger. Die smaak. Zeg, als ik er nu nog maar over vertel, ik word gewoon al misselijk. Je weet toch wat dat de definitie is van een kus, hè? Dat is eigenlijk van boven kloppen en van onder binnen geraken. De romanticus. Ik weet nog dat we met de jongens van de klas altijd heel druk aan het speculeren waren hoe dat je een juist moest kussen. En wat de beste manier was om te oefenen. He, met een lepel of zo op je wand. Ik oefende op de hond van mijn tante.
Je moet u daar even over zetten, maar uiteindelijk bleek die beter te kussen dan sommige maskers uit mijn klas. En dat je kunt kiezen, achteraf nog 2 uur babbelen of een brik Flori kopen trekken. Ja. Ik weet nog heel goed waar dat mijn eerste kus was. Dat was op zomerkamp aan de zee. Dat was in de duinen. En als je toen aan wou vragen, dan moest een vriend een briefje gaan laten afgeven aan de vriendin van het masker dat je zag zitten. En die vriendin moest dat dan doorgeven aan dat masker. Dat was een hele administratie. Die populaire maskers die hadden hun eigen boekhouder. Maar na een aantal zware onderhandelingen en schriftelijke goedkeuring was het eindelijk zover. Alleen in de duinen aan de zee, de wind in ons haren en al mijn vriendjes achter een duin aan het supporteren. Maar die kus, dat was ongelooflijk. We kwamen zachtjes dichter en dichter bij elkaar. Mijn hart dat ging tekeer gelijk een zot. We kwamen dichter en dichter bijeen. Dan heb ik ze bewusteloos gekopt. Ik had mijn bril niet op, dus ik had geen dieptezicht. Maar het ergste is, als tiener komt er dan zo een engeltje en een duiveltje op je schouder zitten. Dat duiveltje dat zegt, kom jong, maakt niet uit. Maar het is uw kans, kust ze toch maar, ze merkt dat toch niet. En dat engeltje dat zegt, voel die zonder titten. Voel die zonder. Maar vanaf uw eerste kus doe je niks anders niet meer. Je praat op die leeftijd ook niet meer met elkaar. Hè. Je doet gewoon heel een tijd kussen. Kussen, kussen. Je wist als jongen ook niet wanneer dat het moment was dat je iets verder mocht gaan. De eerste keer dat ik zo wat probeerde om wat naar beneden te gaan, zei ze van ja, nee, daarvoor is het nog wat te vroeg. En ik dacht in mijn eigen shit, ik moet al om 8:30 thuis zijn. Maar als ik dan uiteindelijk wel meer mocht, dan durfde ik bijna niet. Ik durfde die bijna niet aanraken. En ik was dan bang dat ik die een BH niet ging openkrijgen. Ik pakte op de deur gewoon een schaar mee. Echt omdat ja, ik deed ook maar iets. Want als er één ding was waar mijn ouders nooit over wilden praten, dan was het seks. Dat was echt taboe bij ons thuis. En terecht, hè, want seks en uw ouders, dat gaan niet samen. Ik heb mijn ouders ooit eens per ongeluk betrapt tijdens de seks, toen ik door het sleutelgat aan het kijken was. Ik was zo gedegoteerd, ik ben na een kwartier direct gestopt met kijken. Dus ik... Heb ik ooit mijn ouders betrapt? Nee, en ik zou het niet willen zien. Ik zou het niet willen zien. Nee, want als ons vader goesting had, dan mocht ik een kremke gaan halen. En ik vond dat abnormaal, want hij deed dat nooit. Nee. Nooit gezien. Nee, dat is ook zo'n frustratie van mij. Iedereen in de klas had er altijd over van ah, ik heb weer het gehoord of moest met mijn kop tegen het kussen liggen. Ik nooit. Dat is gewoon feest. Dat is ranzig. Dat is gewoon om, ja, om te kotsen. Ik heb zelfs een keer een cassetterecorder geïnstalleerd, maar mijn pa die vond dat dan ook. Of die ging te laat slapen. Ik lag al in slaap waarschijnlijk altijd. Ik heb het nooit gehoord. Nooit. Mijn moeder heeft mijn vader eens betrapt. Dat wel. Seks en uw ouders moet zo ver mogelijk van elkaar verwijderd blijven. En er is er ook niks gênanter dat je zo met uw ouders een film aan het zien ze. En ineens begint er in het midden van die film zo'n stevige seksscène. Dan hangt er ineens zo'n spanning in de woonkamer. Hè? En je weet ook op die moment, shit, nu is onze pa ook geil. Niemand durft nog bewegen in die woonkamer. Bij ons stond vroeger de tv in een kast. En als ze dan zo'n seksscène begon in zo'n film, dan deed onze pa die deurkjes dicht. Maar je hoorde wel nog die geluiden. Mijn ouders zaten dan zo in de zetel naar beneden te zien en te wachten en op de achtergrond. En ik zei, ja, maar pa, wat is dat? Ja, maar nee, jongen, dat is niks. Ze zijn schapen aan het slachten. Totdat je een paar jaar later met je vriendin al die scène aan het zien zijn. En het moment dat die zich beginnen uitkleden, zeg je, hè? Allee, ze mogen de schapen er eens gaan bijhouden. Maar onvermijdelijk komt er een moment in elke Belg zijn leven dat dan hem is. En dat gaat niet voor iedereen even gemakkelijk.
Ik heb er eigenlijk geen plezier aan beleefd dan de eerste keer. Ja, maar keer. Ik het niet. En dan was iets van Chip Chip, je kent dat, hè. Even tegen de muur van de kerk, voilà. Dat we dan in de gracht en ging een doktoortje spelen, hè. Maar gans de straat, hè. De eerste keer. Serieus, serieus met de poepers gezeten, hè. Ik was altijd dokter, ik. Niet altijd dat hier. Toch kon ik naar zo en een kerkje luisteren, zo aan de bel, hè. Dat is net of je de schat van Alibaba had ontdekt. Het is toch een beetje een specifieke activiteit. We moeten een beetje, het is beter indien je een beetje meer oefening had. Hè? Helemaal erin bedoeld, hè? Ja. Ja, dus ja, anders, anders tel het niet, hè? Door de elf, dat doen we. Anders tellen. Heel leuk. Maar ondertussen ging dan een telefoon en mijn man heeft een telefoon aangenomen. Dat vond ik eigenlijk afschuwelijk, een afknapper. Maar ja, het is dan toch gebeurd. En het was een vriend en die belde om te gaan minigolven, wat we dan daarna ook nog gedaan hebben. Zoiets saai, dan, na zo'n romantisch moment, is eigenlijk... Dat was niet zo leuk. Het eerste dat ik wel nog weet, en dat ze niet zeggen, hè, is dat de... Als het gebeurd is en de man is klaargekomen, dat er ook weer uitloopt. Dat is iets. Oh ja. Dat is zo'n vies gevoel. En als je dat niet weet dat dat gebeurt, dan moeten ze zeggen. Dan moeten ze echt zeggen in het middelbaar. Wil ik. Dus dat is seksuele opvoeding. Als ik ooit leerkracht word, het eerst dat ik zeg, het loopt er weer uit. De eerste keer dat ik van de grond afgegaan ben, dat was in de struiken naast het zwembad in Hasselt. Ja, dat was dan bezig. En oh, dit en oh, dat. En, maar ja, ik zou het niet doen. En opeens zei ze, allee, zegt ze, je mag gaan komen, hè. Ik zei, oh, dan moet je dat doen. En om dan toch een beetje aanvaardbaar te blijven, zal ik zeggen. Gewoon een beetje pipi gedaan. Ik ben naar hem toe. Zo voelt dat verschil niet. Ik heb daarna al zoveel gezien. Hè. Je ziet, opgroeien gaat met vallen en opstaan. Maar onvermijdelijk komt er een moment dat uw kindertijd voorbij is. En eigenlijk is opgroeien beseffen dat niet alles voor u gedaan wordt in het leven. En dat je als je het wilt, dat je dat zelf moet doen. Bij mij kwam dat beseffen toen ik gebukt stond op het toilet. Kriep, ik heb gedaan. En er kwam niemand niet meer. Ik was toen 17. Voilà, dames en heren, dit was het voor deze aflevering van Geubels in de Belgen. Bedankt aan alle Belgen die gekeken hebben. Ik onthoud vooral, als ze er niet helemaal in zit, dan tel het niet. En als het niet lukt, gewoon een klein beetje pipi doen. Veel plezier met de slimste mens ter wereld en tot volgende week. Als je verkeerd reserveert, dan is je vakantie verpest. Wij hebben eens in Kenia een hotel geboekt op loopafstand van het strand. Die Kenianen die kunnen dus keiver lopen.